Fijn dat je bent bij Studio Friends in Business. Geldt voor Jan-Dirk Stouten, hoofdredacteur en directeur. Maar vooral natuurlijk van Arjan Maat, van Maat Transport. Wij hebben niet één friend met een betere naam dan dat. Hoe bedoel je? Nou, dat zegt toch alles? Zo, dat de naam gelijk de lading dekt. Ja. Ja, een lading van bijna... Jij dacht met een grotere reputatie. Ook, maar ook een bedrijf wat 87 jaar bestaat. Een familiebedrijf. Ja. Ik ken het verhaal persoonlijk van Arjan van oma... die in de gang de vrachtwagens aan het bellen was... en dingen aan het plannen was en zo. Ja, mooi, prachtig. Ja. Ja, zo is het begonnen ooit. Zo is het begonnen, ja. En waar kennen jullie elkaar van dan? Nou ja, wat ik zojuist al aangaf, ik ken jullie in ieder geval van mooie verslagen van de radio en tv. Maar uiteindelijk heb ik Jan-Dirk leren kennen bij een ondernemersprijs. En ja, wij gingen onze truckparking in 2006 hebben we die gerealiseerd. En die werd in 2009 officieel geopend door Camille Eurlings. Ja, dat moest een mooi feest worden. En ja, ik vond eigenlijk dat wel zo professioneel gedaan moest worden. Dan in plaats dat ik zelf een speech zou gaan geven. Dat een beetje op een interviewachtige manier zou moeten gaan. En hoe deed hij het? Nou, dat was gewoon een doorslaand succes uiteindelijk. Wat daar heel bijzonder was. Een van je grote successen. Nou, wel eentje die in mijn top 10 van mooiste bijeenkomsten had. Ja? Ik heb echt een paar duizend gedaan. Hè. Wat daar mooi was, dat op een zaterdagmorgen 10:30... 10 uur. Stonden gewoon 1000 mensen die al. Ja. Als er dan 1000 mensen naar je opening komen, zegt dat iets... over niet alleen de economische betekenis van dat bedrijf... maar ook wat ze maatschappelijk in Alblasserdam... en eigenlijk heel die terechtsteden doen. En die Eurlings was toen minister. Dat was nog ver voor alle problemen die hij had. Was hij leuk, was hij fris, zeker. Was hij voorbereid. Was een hele mooie, warme bijeenkomst. Ja, dat was een fijne kroonprins. En ik weet nog, wat je zou vragen... Dat was degene die het allemaal moest gaan doen, hè? Absoluut, ja. Absoluut, ja. En die 10 uur, zei ik, ja, waarom 10 uur? Maar zij hadden 's middags het congres van het CDA. Daar moest hij bij zijn, nou begrijpelijk. Maar ik weet, kijk, normaal wikkelt zo'n man formeel zijn praatje af. Maar hij wilde uiteindelijk helemaal niet weg. Dus al zijn assistenten moesten aan zijn mouwen trekken. Van, joh, we gaan. Nee, maar ik voel me hier thuis, familiebedrijf. En, nou ja, misschien speelde die het, maar ik heb het ervaren als heel erg oprecht. Het was een mooie bijeenkomst. Absoluut. Het woord is gevallen, de Alblasser waait. Hoe groot jullie ook zijn en hoe wijd vertakt dat bedrijf er is, een soort van basis. Klopt, ja. Die volgens mij echt veel voor je betekent. Nou ja, ik ben echt wel een Alblasserdammer in hart en nieren. Ik heb heel erg veel met de regio. Ik ben er geboren en getogen. Wat is dat dan? Dat zit in het... Ja, waarom ben je Feyenoord supporter of Ajax supporter? Ja, daar kan ik me dan iets minder bij voorstellen. Maar ja, dat is toch iets wat diep in je zit. Dat zit in het DNA. En ik heb er gewoon veel mee. En we proberen als familiebedrijf ook... veel terug te doen voor het dorp... om het met elkaar zo gezellig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Een van die dingen is dat je voorzitter bent van een voetbalclub? Ja, dat doe ik ook met ontzettend veel plezier. Daar ben ik in 2012 aan begonnen. En, in een hele moeilijke fase. De vereniging was bijna failliet of was failliet technisch. En we hebben daar toch gewoon een gezonde sportieve voetbalvereniging van kunnen maken. Ja, prachtig, ja. Ja. Met van oudsher ook wel gewoon met... Ja, we hebben goede voetballers voortgebracht. En zelfs nu een trainer in betaald voetbal, ja, Danny Buijs. Ja, nou ja, dat mag je als club ook gewoon echt trots op zijn. We hebben ook gewoon regelmatig contact met hem. En als we vorig jaar zijn we op trainerskamp geweest... of anderhalf jaar geleden, ook in Groningen. Ja, dan werkt dat gewoon. Ja. Hoe is het nu met de club? Het is nu vrij rustig. Maar dan test je feitelijk je weerstandsvermogen. Die is er. En we zijn niet in de problemen geraakt. Iedereen is nog steeds gemotiveerd. Al moet je wel zeggen, de momenten dat je elkaar ontmoet... dat zegt het woord vereniging al. Ja, dat is al een maandje of 8, 9 niet meer daar. En dan horen we heel veel berichten, hè, van amateurclubs hebben het moeilijk. Even de situatie... De kantine is natuurlijk dicht, dus daar heb je nul inkomsten uit. Nul inkomsten. Sponsors, kan ik me voorstellen, die bij jullie heel trouw zijn. Ja. Nou ja, dat is iets... Kijk, daar kan je aan werken. Je moet je bestaande sponsoren weten te houden. En we zijn in staat gebleken om ook gewoon sponsoren eraan toe te voegen. Zo. Ja, dat klinkt heel gek. Ja. Maar blijkbaar hebben mensen toch sympathie. En hebben we ook afgelopen jaar nog een hagelnieuw kunstgrasveld mogen... realiseren. En daar zijn we de gemeente Alblasser ook zeer erkentelijk voor. Maar we hebben
ja, die inkomsten heb je natuurlijk normaliter wel nodig om extra activiteiten te ontplooien. Maar met contributie, want we zijn bijna geen leden kwijt en we zijn geen sponsoren kwijt. En wat ik zeg, die zijn eerder uitgebreid. Ja, en met een klein beetje steun van de KNVB en de gemeente lukt het gewoon. En als dit nog het hele seizoen duurt, ga jij daar trouwens vanuit? Gaan die amateurs weer spelen of... Poeh, ja, een halve competitie zou nog kunnen, hè? Ik geloof er eigenlijk helemaal niet meer. Het gaat allemaal heel lang duren. Kijk, ik zei net al van betaald voetbal, gaan we geen publiek meer hebben dit seizoen. Nee, dat het helemaal weer gaat draaien zoals het was, gaat niet meer gebeuren voor de zomer. Ik zet gewoon in op het nieuwe seizoen, 21-22. En misschien, uiteindelijk moeten al die spelers ook weer optrainen. Dan moet je ook nog weer een periode van zeker 4 weken voor uittrekken. Ja, het wordt gewoon lastig. En er is voorlopig ook nog geen perspectief dat het allemaal beter gaat worden. Maar ik snap de KNVB dat ze elke mogelijkheid ook nemen om te kijken of er nog iets kan. Iets kan. Ja. Ja. Ik zit zelf meer aan de regionale competitie zonder promotie-degradatie te denken. En dan kan je in onze regio hele leuke wedstrijdjes organiseren. Maar dat blijft alleen maar leuk met een beetje publiek. Ja. Ja, dus ja, zo zitten wij als Alblasser al momenteel in de wedstrijd. 2020 is om voor maattransport natuurlijk niet het jaar geworden wat jullie ervan verwacht hadden. Nee. Maar is de ondergrens uit zicht gebleven? Gelukkig wel. Je begroot altijd, dat doet elke ondernemer. En we hadden een heel goed jaar 2019, dus wilden we doortrekken in 2020. We waren behoorlijk ambitieus. Ja, dan komt die pandemie. Ja, dan zie je eigenlijk alles wat je voor ogen had, kan je vervoegelijk in de ijskast zetten. Maar in april vond ik het heel spannend, want ja, toen wist echt niemand waar we naartoe zouden gaan. Maar ik geef het jaar toch uiteindelijk een 7,5. We eindigen in de zwarte cijfers. Nou, dus goed cijfer toch? Na de zomer is het gewoon behoorlijk aangetrokken. We hebben behoorlijk transitie ook doorgevoerd binnen ons bedrijf. We hebben van een wat minder voortvarende activiteit afscheid genomen. Dat waren wij al voornemens. Wat was dat dan? Ja, we hebben 2014 een distributiebedrijf overgenomen. In de fijnmazige distributie van pallets. Ja, ik kwam eigenlijk tot de conclusie, ja, na een aantal jaren al, dat wij daar gewoon iets te klein voor waren. Dat is niet. Daar heb je heel veel volume voor nodig. Dat ontbrak niet de goede accommodatie en wel hele goede chauffeurs en planners, daar ligt het helemaal niet aan. Maar we hebben eigenlijk niemand hoeven te ontslaan, maar we zijn wel gestopt met die activiteit. En dat heeft ons tot op heden geen windeieren gelegd. Daar ben ik heel blij mee. Is niet een makkelijke beslissing, maar ja, ik zit er ook niet om achterover te leunen. Ik zit er om beslissingen te nemen en dat hebben we gedaan. En tegelijkertijd is het zo, er kan wel eens wat misgaan, maar juist doordat jullie een heel breed palet aan dienstverleningen hebben, ja, gaat het misschien nog wel zo als dat het nu gaat? Ja, nou ja, daar moet ik mijn vader zeer erkentelijk in zijn, want die heeft dat na een crisis in het verleden heeft gezegd, we moeten risico's spreiden. Dus we hebben heel veel entiteiten. Was dat nou dat verhaal dat hij net dat bedrijf had overgenomen? Hij heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. Ja. Ja, toen waren er nog maar 2 auto's. En ja, dat mijn oma in de kamer met een bakkeliter telefoon de planning deed. Ik heb het bedrijf van mijn vader weer overgenomen in 2008, vlak voor de crisis. Dus dit is nu al nummer 2 die voor de voeten. Dus het verhaaltje van je komt in een gespreid bedje. Want ik dacht in 2008 is dat wel zo. Maar dat was gauw veranderd. Ja, in die zin bouw je ook wel zelfvertrouwen op. En nogmaals, ik gebruik het woordje weer, weerstandsvermogen is aanwezig. En daar ben je dan heel erg blij mee. En inderdaad, die spreiding in klanten, in entiteiten, ja, dat redt ons. Terwijl een aantal stakeholders dat in het verleden ook wel eens zeiden van, Arjan, waar ligt nu de focus van je bedrijf? Ja, en nu zie je gewoon, ja, dit brengt een stuk redding. Ja, want het is een beetje branchevreemd. Je ziet steeds meer specialisatie. Ja, nee, maar zij hebben er heel erg bewust voor gekozen. Hè? Het verhaal van het vervoerbedrijf, het transportbedrijf, naar een moderne logistieke dienstverlener met heel veel andere diensten ernaast. Onder meer die truckparking. En daarbij helpt denk ik ook wel, dat merk ik als ik bij jullie ben, op die bijeenkomst waar natuurlijk heel jullie netwerk zich verzamelt, dat Arjan daar ook een heel actieve rol in de organisatie van zijn bedrijf speelt. Maar ook in het maatschappelijke een rol speelt, in brancheverenigingen zijn stem laat horen. Dat helpt denk ik allemaal mee om zo'n bedrijf ook in moeilijke tijden overeind te houden. Nou is de logistiek natuurlijk ook een hele brede sector, hè? Dus ja, als je de logistiek verzorgt voor een luchtvaartonderneming, heb je het slecht. Terwijl als je supermarkten bevoorraadt,
dan weet je dan, natuurlijk niet hoe hard je moet rijden. Nee, ja, zo. Logistiek, ja, dat zit bijna in elk bedrijf, is wel logistiek aanwezig. Dus dat gaat heel breed. Ja, wij hebben ook klanten die vertegenwoordigd zijn in de vliegtuigindustrie, meer in de maakindustrie. Ja, daar is het niet roze geur en maneschijn. Maar die gaan ook overleven. Maar ja, daar heb je mee te maken. Maar waren we daar alleen van afhankelijk, ja, dan ben je. Dan heb je een uitdaging. Maar ja, we zitten bijvoorbeeld ook in de luxe jachtenbouw. Ja, daar is het gewoon in heel Nederland booming. Ja, en alles daartussen maakt dat je gewoon kan door blijven draaien. En doordat je zo breed in je dienstverlening bent, is de volgende stap dat je het hele logistieke pakket uit handen neemt van grote bedrijven. Dat is wel een beetje waar wij op focussen de komende jaren en daar ook mee bezig zijn. Wij voor een aantal grote verladers, en daar willen we nog een aantal aan toevoegen, organiseren wij feitelijk de hele logistiek voor zo'n verlader. We ontzorgen ze daarin en grote jachtenbouwer in Alblasserdam is daar een mooi voorbeeld van. En daar alles wat daar met laden lossen, de goederenstromen gedaan wordt, aan boord, van boord, op de plant, wordt verzorgd door mensen van maat. En dat wordt overkoepeld door een hoge mate van automatisering, waardoor wij heel veel managementinformatie kunnen teruggeven aan de opdrachtgever. Ja, dat werkt gewoon uitstekend. Ja, dus dat is een veel professionele manier van nadenken over de logistiek dan alleen het klassieke, waar dat, ook nog ruimte dat, voor dat is. Dat gaat om Oceanco, hè, een wereldwijd leidend bedrijf als het gaat om het bouwen van de jachten voor de superrijken der aarde. Wordt er ook heel veel geëist aan jouw mensen qua veiligheid en discretie en dat soort zaken? Integriteit is een grote paragraaf in de overeenkomst die je met zo'n partij sluit. Wat staat daar dan bijvoorbeeld? Nou ja, in ieder geval dat wij eigenlijk nooit over de werkwijze of over bijvoorbeeld een eigenaarschap van zo'n schip mogen praten. Ze werken daar in bouwnummers. Er gaan vaarwel. Prato er alleen gekocht? Die Argentijnse spits van ons? Ja, nog niet. Nou, die vrij, mag je natuurlijk niet zeggen. Vrij brede deurposten hebben. Want een grote meneer is dat. Nee, maar soms hoor ik wil eigenlijk de naam geen eens weten. Wij praten over bouwnummers en dat is het. En verder is het een wereld. Nou ja, die gaat onze neus feitelijk voorbij. Maar het is mooi dat we er een gaatje van mee mogen pikken. En Nederland maar ontwikkelt zich een boot, toch? Een klein sloepje heb ik. Ja. Is het van Oceanco of niet? Ja, ik heb het er wel op. Nee, het is een mooi bootje voor op de Alblas. En mijn vader heeft een motorjachtje er afgelopen zomer mee gevaren. Maar dat is niet te vergelijken. Nee. Zijn we nog iets vergeten te vragen wat jij wel kwijt wil? Wat ik nog wil weten, Arjan. In december hebben we natuurlijk die enorme gevolgen van de Brexit gezien. Lange files bij Dover en zo. Heb jij nog mee te maken gehad met chauffeurs van jou? Nou ja, dat is op zich een goede vraag. Wij hebben die Brexit, dat vervalt alles bij die hele pandemie. Maar dat is nog wel een operatie voor heel Europa. Wij hebben heel veel werk gehad de laatste twee maanden van 2020... bij het voorrijden van allerlei, met name bouwproducten voor Engeland. En er ging ook veel van Engeland weer terug Europa in. Alle voorraden. Dat het er alvast was voordat die Brexit. Voor al die administratieve lasten en mogelijk prijsverhoging. Dus daarin hebben we veel werk gehad. Maar wij koppelden af bij de terminals in Nederland. En dan koppelden we weer een trailertje aan. Hè. Dus dat ging vrij eenvoudig. Wij hebben zelf geen chauffeurs aan de overkant gehad. Die toen met de kerst en oud en nieuw daar stranden. Maar ik ben zelf ook een vertegenwoordiger van TLN, Regio West, de Transport en Logistiek Nederland. Ik heb mij wel druk gemaakt over hoe er omgegaan is met de chauffeurs in heel Europa. En ik vind sowieso dat daar best wel veel meer aandacht voor gevraagd mag worden. Die jongens leven een nomade bestaan. Overal wordt gezegd, we sluiten nu de toiletjes, de douches en de restaurantjes. En nou, moeilijk, daar hebben we ook wel begrip voor. Maar aan de andere kant, je kan iemand die alles doet om producten van A naar B, waar we allemaal van leven, om die een toilet te ontzeggen. En daar mag wel iets meer aandacht voor komen. En die jongens daar in Engeland, die stonden daar vast, hebben allemaal de kerst gemist. Sommigen nog oud en nieuw. En er was niets gefaciliteerd door de overheid daar. Ja. Ja, dat kan, dat mag gewoon niet. Nee, dat kan niet. En daar heeft onze minister zich ook heel sterk voor gemaakt. Maar ja, dan zie je toch een bureaucratisch gebeuren en angst. Ja, die overheerst dan. Maar ik doe gewoon een pleidooi voor alle bedrijven waar vrachtwagens komen, joh, zet de deur open of faciliteer iets om die jongens toch een bak koffie of een toiletje of een douche te kunnen geven. Dat verdienen ze gewoon. Nou, dat is een mooi slot van deze Studio Friends in Business. Bedankt allebei. En jij bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.